Is the hay expensive for your donkey? Is that what it is? Are you going to have ice creams as well? No, we didn't have ice cream. Oh. If you're going to treat... We'll buy a donkey an ice cream, won't we? Definitely. Yeah, we're all right for a cup of tea. We'll get you a cup of tea. Oh. The Arabic one? Or English? English. Then you have to make it. Milk first. Then the tea. Milk first, then the tea. I will remember that. Goedendag, heren. Wat is uw functie hier? Mijn functie? Ik vertegenwoordig hier de Noord-Afrikaanse divisie. De kolonisatie van Frankrijk. En er zijn nog meer manschappen? Ik heb een Franse eenheidje erbij kunnen regelen in een korte tijd. Maar ik hoop volgend jaar met een hele Gumi-eenheid te kunnen staan. Iedereen staat hier op scherp. Ze horen eigenlijk nu al angstig te worden. De Gumi's waren de gevreesde bergdivisies. Laten we het zo houden. Frankrijk had amper een leger. En het enige leger die ze nog hadden, dat was eigenlijk de kolonisatie. Die zijn ze dus gaan optrommelen bij elkaar. En Marokko heeft toen in de Tweede Wereldoorlog zijn bevolking beschikbaar gesteld, de sultan van Marokko. Om zeg maar de onafhankelijkheid van Frankrijk te krijgen na afloop van de oorlog. Dat heeft hij ook voor elkaar gekregen en de andere landen eigenlijk ook, maar het heeft te lang geduurd. Dus volgens de afspraak die ze hadden gemaakt in de Casablanca-conferentie. Dus zodoende en we zijn via Italië zijn we Europa binnengekomen. En, ik heb nog meer verdere informatie, zo'n fotootjes. Als eerste te beginnen natuurlijk de conferentie van Casablanca. Ja, met Stalin, Roosevelt en Churchill. En natuurlijk alle eenheden van alle soorten, die staan er ook allemaal op. En hier heb je een foto van een Marokkaanse unit. En nou in één keer is de doorbraak voor de Noord-Afrikaanse divisies. Alles wat kolonisatie was van Frankrijk. Dan praat ik ook over de zuidelijke gedeelte ook nog. Dus ik praat niet alleen maar over Marokko of Algerije of Tunesië, maar ik praat ook over de rest. Maar wat een heleboel Nederlanders niet weten, dat bij de bevrijding van Zeeland, Gooms, dus de Marokkaanse eenheden, in dienst van de Fransen ook een landing hebben uitgevoerd. En op de grote begraafplaats in Zeeland ligt een aantal Gourmets begraven. En vorig jaar, volgens mij voor het eerst, zijn de Marokkaanse Nederlanders die daar een krans hebben gelegd. En dan ook een beetje van hun roots, van nou ja, wij mogen ook trots zijn, Marokkanen, wij hebben ook meegeholpen aan de Tweede Wereldoorlog. En heel veel mensen weten dat niet, want het is altijd maar scheldeteerde Marokkanen. Hè? En wij zijn bevrijd door de Canadezen, door de Engelsen, door de Fransen bij Assen, Franse parasitisten, door de Amerikanen. Maar van de Marokkanen was niet bekend. Wat ik weet, heb ik goed verteld? U heeft het ook geleerd. Ja, nou, ik ben heel erg geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. En wat ik ook net tegen mevrouw zeg. Voor het eerst zijn Marokkaanse Nederlanders, mag ik toch zo zeggen, ja, die hebben een krans gelegd. Absoluut. Ik weet niet welke plaats in Zeeland. Capelle. U bent ook van Marokkaanse afkomst? Ik ben van Marokkaanse afkomst, niet Capelle. Nou, dat was vorig jaar toch voor het eerst? Nee, of dit jaar? Dit wordt dit jaar 14 mei. Oh! Is voor het eerst dat de vlag wordt gehezen. Daar heb ik het toch goed onthouden. Ja. Want de Gooms, of Goumé, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Gooms. Waren de Duitsers de moffen als de dood, want ze konden heel goed Italianen met les. De Italianen ook. Als de Italianen de Gooms zagen verschijnen door de bergen heen, dan was het een kwestie van de wapen neerleggen en renden weg of ze gaven zich meteen over. En dit is de keer de andere kant. Dan altijd maar kanker tegen die buitenlanders en alles. En ze waren welkome militairen in het leger van de Fransen. Nou, welkom met dwang ook hoor, meester. Ja? Ja, absoluut. Ze waren wel heel dapper. Ja, absoluut. Ik zet mijn petje af voor ze. Ja, ja. Ja, ik ook. Mijn petje af. En niet alleen voor hun, maar ook gewoon voor de hele wereld die ermee bemoeid had aan de hele oorlog.